kennismoment voor de voorstelling van de drietalige fietskaart. Naar aanleiding van onze expo Kathedralen van de Industrie, die nog loopt tot eind september. We staan hier toepasselijk aan een van de kathedralen van de industrie. We vinden het belangrijk om dat te doen als industriemuseum, omdat we eigenlijk zoveel mogelijk mensen op zoveel mogelijk verschillende manieren willen laten kennismaken met onze industrieel verleden van Gent. We hebben een wandelroute in de stad. Nu hebben we dus ook een fietsroute. Het is een cultureel product, maar het is ook een toeristisch product. Vandaar de aanwezigheid van zowel de schepen van cultuur als van de schepen van toerisme, die jullie allebei wel iets gaan vertellen. Te beginnen bij onze schepen, Sami Soubir. Ja, goedemorgen en welkom, Bram. We gaan nog niet te gieten, dus alles zit nog mee. Nee, dat is toch wel niet onbelangrijk gegeven. Het is zelf niet alleen toerisme en cultuur, maar ook stadsontwikkeling. Als je van stadsontwikkeling, als je die combinatie bekijkt, wordt het ook wel een belangrijke prachtige tentoonstelling die nog altijd inderdaad loopt van kathedralen van de industrie. En is echt ook wel een mooi vervolgstuk. Degene die het hebben bezocht, weten heel goed van welke deel in Gent, hoe het dat eruit zag vroeger. En vandaag allemaal uit dezelfde invalshoek getrokken geweest als topfotograaf Alexander Dumaret. En dat geeft ook wel op sommige momenten stukken van Gent die ik nooit gekend heb. Ook niet in mijn jeugdjaar. Andere zaken die ik me wel heel goed herinner. En zo zie je ook de stadsontwikkeling ongelooflijk evolueren in Gent. Denk maar aan een aantal sites. Jouw Contrij en ook de Puntfabriek in Gentbrugge. Een totaal ander gegeven geworden. Idem dito met de gasten op de Drongse Steenweg van Alsberg van Noost, die volledig omgeturnd is geworden. Die al de tentoonstelling hebben bekeken, ik ben zelf ook geweest, ik ben enorm fan, echt proficiat, ik vind het zeer goed gedaan. En je voelt onmiddellijk al de behoefte van, allee jong, dat wist ik niet en je begint dat al automatisch al op te zoeken. En dus het feit dat er nu zo'n kaart is, is één, fantastisch goed om de authenticiteit van Gent en dat industrieel verleden ook mee uit te dragen, maar aan de andere kant is het ook weer al een bijkomend iets van, ja, toch niet onbelangrijk wat we geleerd hebben in corona, met name dat die spreiding zo belangrijk is, dat die alternatieve manieren om Gent te bezoeken zo belangrijk is. Ja, en deze kaarten, de routes, spelen daar perfect op in om met de fiets, zeg maar, Gent op een andere manier te gaan verkennen. En dus ook de sporen die je nog vindt van het industriële verleden op die manier ook te kunnen ontdekken. Dus ik kan alleen maar zeer dankbaar zijn, maar ook zeer enthousiast zijn als schepen van toerisme, dat we wel een extra proef hebben waarbij dat we Gent op een zeer mooie manier, authentieke manier, maar ook op een Gentse manier op de kaart kunnen zetten. Dus we hebben eigenlijk gezocht, aan de ene kant staat er een praktisch, de kaart met de route, de verschillende punten die erop staan. We hebben ook een aantal horecazaken en praktische zaken zoals parkings en zo opgenomen, die je onderweg tegenkomt. En de achterzijde biedt dan eigenlijk bij elk van die punten op de site al een beetje extra informatie. Een soort teaser over wat was die plek vroeger. En dan voor de diepere info en de diepere lagen zijn je eigenlijk op de app aangewezen. Dus in die Erfgoed app kom je ook te weten hoe dat de fabriek er bijvoorbeeld aan de binnenkant uitzag. Welke producten dat er gemaakt werden. Leer je iets bij over het werk aan de machines. Er zitten een aantal filmpjes ook in met getuigenissen van mensen die nog in bepaalde van die fabrieken gewerkt hebben. En dus zo hebben we eigenlijk bij elk van die plekken nog een heleboel informatie die we ter beschikking stellen aan de bezoekers. En we ontwikkelen het ook allemaal drietalig, wat er toch wel belangrijk is voor de toerist. En het is dus inderdaad een verlengstuk van de tijdelijke expo, maar dit is wel iets dat we dus nu in onze permanente aanbod opnemen. En dus ook als de expo na deze zomer sluit, dan hebben we toch nog iets dat overblijft daarvan. En dus de komende jaren hopen we natuurlijk dat dat heel gretig gebruikt wordt.